HK Recycle Office in Rotterdam door Doepelstrijkers Architects. Het HK-gebouw is een campus voor bedrijven, instellingen en overheden die op het terrein van water en energie hun kennis en onderzoek bundelen. Voor het interieur heeft Doepelstrijkers Architects meerdere kringlopen op verschillende stedelijke schalen verkend. Er is gebruik gemaakt van goedkope tweedehands materialen. De entreebalie in de ontvangstruimte wordt verlicht met TL-buizen. Een team van ex-gedetineerden in een reïntegratietraject is ingezet voor het maken van de interieurobjecten. Het ontwerp wil zo toegevoegde waarde creëren door de scholing en stimulering van deze werknemers. In het vroegere fabrieksdeel is een aula gemaakt van sloophout. De aula is van de expositieruimte afgescheiden door een wand van gebruikte kleding. Op de begane grond zijn de functies ingepast die exploitatie mogelijk maken. Deze publieke zone biedt in het oorspronkelijke fabrieksgedeelte ruimte aan werk- en overlegplekken en horeca. De werkplatforms voor tijdelijke huurders kunnen door de modulaire opbouw in iedere gewenste grootte en hoogte worden gemaakt.